Hoe kijk jij nu terug op dit duel? Ja, er gebeurde niet heel veel, spectaculairs, maar we hebben de overwinning eruit geslipt en dat was ons doel. Dus je kan tevreden zijn na die 90 minuten? Ja, zeker. We hebben niet veel tegengekregen. We hebben best wel veel gecreëerd, dus we mogen wel tevreden zijn als ploeg. En met welke intenties was Sparta aan die wedstrijd begonnen? Ja, zoals je zag stonden we niet zo heel hoog. We lieten ze komen en vanuit daar gingen we counteren. En uiteindelijk scoorden we ook daaruit. Ja, en die eerste, ja, allebei waren ze van jou, maar die eerste was wel een bijzonder fraaie met je linkerbeen. Dat had je nog niet heel veel vaker laten zien, dat je zo'n linkerbeen had. Ja, zeker. Ik kreeg de bal van La Rosa en ik nam hem goed aan. Ik gleed nog een beetje uit, maar ik kon hem nog corrigeren en ik schoot hem met links in de linkerbovenhoek. Is dat een soort geluk bij een ongeluk dat je nog een beetje uitgleed? Ja, ook, maar ook kwaliteit, hè. Ja, en daarna komen zij ineens, daarna gaan zij ook een beetje aanvallen. Was je toen nog bang dat die 1-1 zou gaan vallen? Nee, niet echt. Ik vertrouw sowieso heel erg op mijn verdediging. We wisten, als zij 1-0 achter zouden staan, dan gaan ze pompen natuurlijk. En ja, dat hebben we uitstekend verdedigd. En doordat zij gaan pompen, ontstaat er ruimte en die heb jij afgestraft. Is dat ook nog iets waar je toen iets had van, voor de marge, voor die terugwedstrijd, is die tweede goal extra belangrijk? Ja, zeker. Maar we zijn er sowieso nog niet. Woensdag moeten we ook gewoon voor de overwinning gaan. We mogen niet achteroverleunen. Dus dat komt woensdag zeker goed. Het beseffen is er nog dat het nog maar de helft is? Ja, zeker. Kijk maar naar Barça-Liverpool. Dus we zijn er nog niet. Inspiratie uit de Champions League is er inderdaad voldoende afgelopen seizoen. Ja, zeker. Genoeg op televisie gekeken.